Goedenavond allemaal. KSK Hest, Ruppelboom, geëindigd op 0-1. Bij mij de twee trainers, Greg van der Riet voor Ruppelboom, Karel Keleman voor KSK Hest, die hun mening gaan geven over deze felbevochten partij. Ik geef eerst het woord aan Greg van der Riet. Eerst en vooral, en het is niet omdat we die wedstrijd winnen, absoluut niet, maar eerst en vooral moet ik toch een trainer feliciteren met Hest. Hè. Dit Hest is onbegrijpelijk, hè, waar ze staan. Al weken en weken dat die op zo'n niveau aan het spelen zijn. Fysisch sterk. Spelers die hun plaats hebben bij eender welke eerste amateur. Dat zijn dus wedstrijden die niet afhangen van de kwaliteit soms. Hè. Je moet een dosis geluk hebben, één, in zo'n wedstrijden. En twee, je moet echt een mentaliteit van over mijn lijk gaan tonen. En als er iets is dat ik mijn spelers vandaag moet nageven, na de bar slechte wedstrijd verleden week, dat was echt slechter als dat, kan je niet spelen, is het wel die mentaliteit dat ze vandaag aan de dag hebben gebracht. Mijn gezonde agressiviteit, mijn echte bedoeling om onze 0-1 met hand en tand te gaan verdedigen. En dat was de laatste weken zoek. Het is een partij die geen schoonheidsprijs verdient langs onze kant. Maar wel een partij die mij tevreden stemt om de mentaliteit en om de grinta die ze aan de dag gebracht hebben. Dat die wedstrijd kan eindigen op 1-1, op 1-2 of zelfs op 2-1, ja, dat is zo. Je krijgt soms en je verliest soms. En dit was vandaag een wedstrijd dat we misschien iets meer kregen dan dat we verdienden. Maar zo'n wedstrijden zijn ertussen. Ik weet dat Hest daar niks mee koopt. En ik kan ze nogmaals kan ik maar feliciteren voor wat ze op de mat gebracht hebben. Misschien dat ze de laatste kwartier van de wedstrijd misschien iets te veel die lange bal gingen zoeken. Dan misschien wel in ons kaart spelen met een heel aanwezige keeper en onze centrale verdediging die weinig weg gaf. Ze hadden misschien meer de vrije man moeten opzoeken. Maar als je die goal jaagt en als je zo gedreven bent om proberen gelijk te maken, dan gebeurt zo'n ding. Hè. Wij spelen nu op de PlayStation, die gasten die kunnen nu zomaar een kop omdraaien. Maar ik heb enkel maar bewondering voor wat ze op de mat hebben gebracht. En uiteraard dat wij tevreden met die 3 punten naar huis gaan, verdient, niet verdient. De mentaliteit was er en de inzet was er. En dat was verleden week heel verzoek. Wij hadden niets goed te maken op dat vlak. En bij deze is dat wel gelukt. Dat het niet altijd academisch was en dat wij niet onze beste voetbal hebben gespeeld. Ja, dat is waar. Dat is zo. Maar deze wedstrijden is het cruciale, de punten. Het is een cliché. Hè. Hoe dat je de punten pakt, dat is mij nu het minste van mijn zorgen. Daar kan ik spijtig genoeg niks anders over zeggen. En voor de rest hoop ik dat als buurploeg dat Hest het goed blijft doen en dat ze op deze manier dan verder gaan. Wij zijn er ook belangen nog niet. Wij moeten ook nog elke week vol aan de bak. Maar dit Hest heeft vandaag geïmponeerd. Dat staat vast. Oké, dank u wel voor deze reactie. Proficiat met de zegen. Ja, Karel, lovende woorden van uw collega, maar dat kopen we vandaag natuurlijk niet veel mee. Ik vind het een grote klasse dat een trainer, en dat kan dan zijn dat je wint, maar ik vind het helemaal niet heel goed. Ik hoop dat iedereen dat gezien heeft, dat we inderdaad goed voetbal gebracht hebben op momenten. En het klopt, het laatste kwartier was eigenlijk niet de bedoeling van die lange bal te spelen. Spelers hebben zo opgewacht. Het was eigenlijk de bedoeling dat Bart voor die afleiding het duel ging winnen. Dat de ballen van op de flanken met Frix kwamen en Tambeur, daarom dat Axel erin kwam. Maar goed, ik denk dat de eerste helft, dat die evenwichtig is. Ik denk dat er heel weinig op te zeggen is. Dat een gelijkspel juist Rusland zou geweest zijn, dat is voetbal. Die bal, dat was ook een heel knap doelpunt. We hebben dan die bal op de paal, maar goed, dat is niet helemaal voetbal. Tweede helft zijn wij in die 4-4-2 gaan spelen. En ik vind dat we daar met een sterk ingekomen Redwan, die spijtig genoeg met blessure uitvalt. Maar goed, dat is ook voetbal. Dat we heel veel kansen creëren en eigenlijk daar de aansluitingstreffer moeten maken. We hebben denk 3-4 zeer goede kansen gehad. Los dat hun doelman een zeer sterke partij speelt en dat ik het met de coach akkoord ben dat hun jongens met hart en ziel alles verdedigd hebben en daar is ook niks fout mee. Ja, maar denk ik dat onze jongens een schitterende tweede helft gespeeld hebben. En we niet zien dat dit Hest de tweede helft goed gevoetbald heeft, ja, volgens mij kent hij er niks van.
En dit is, ik ben content en, om dit te horen van een bezoekende coach, dat dat niet hoeft te zeggen, maar die het heel goed samenvat. En ik vind die lovende woorden zijn, niet, zijn voor ons jongens, vind ik wel. En ik vind dat het voor ons jongens heel veel deugd zou doen, dat die lovende woorden vandaag tegen hen gezegd worden door iedereen. Niet alleen door trainers, supporters, ook door bestuursleden, door iedereen. Achter de jongens kruipt, want ze trainen keihard elke week. Ze hebben keihard deze week in de sneeuw 2 keer getraind. Ja, ze hebben 3 keer getraind, maar het waren 2 keer in de sneeuw. Iedereen aanwezig, iedereen gaat er vol voor. Ja, ze doen er alles aan. En ze verdienen heel veel respect. En we hebben heel veel respect voor hen, wat ze doen. En ik vond vooral, waar ik blij mee ben, is dat we 2 helft, een half uur, daar ben ik akkoord mee, een half uur echt goed gevoetbald hebben. Kansen creëren tussen die lijnen voetbalden. Tegen een ploeg dat compact stond. En heel compact stond. En ja, daar nog tussen de lijnen spelen, dat is niet evident. Verdedigen is natuurlijk ook een kwaliteit. En ik vind, ja, de tegenstander heeft dat goed gedaan. Want dat is een kwaliteit. Het is niet alleen aanvallend, het is ook verdedigen. En op de einde nemen we risico's en dan kunnen we een doelpunt tegen krijgen nog. Omdat ze een snelheid hebben. Ik denk dat hier 2 ploegen hard gestreden hebben. En als het een gelijk spel is, ja, dan zeggen we allemaal van kijk, we hebben een mooie partij gezien van 2 ploegen die met groot hart gevoetbald hebben. Dus oké, Boom wint vandaag en dat is zo. Sommige keren wint je die, sommige keren verlies je die. Maar dat dus bij de sport, je moet daar ook sportief in blijven en eerlijk in blijven. Ik feliciteer mijn collega met de winst. Ik wens hem nog heel veel succes in het uiteindelijk het seizoen. Inderdaad, ook een, Boom is een mooie ploeg, een buurploeg en laat hij er zeker in blijven. Daar ben ik absoluut voor. Maar ik denk dat we vandaag moeten zien dat we 22 niet-profs op een veld zagen die met een heel groot hart, met heel normaal aan heel normale budgetten gespeeld hebben. En dat we daar heel veel respect voor alle jongens op het veld kunnen brengen. Dat zou ik op willen afsluiten. Ik heb er nog 1 vraag, Karel. Het was al lang aangekondigd dat februari cruciaal ging zijn. Volgende week zijn we februari, dus dan wachten ons een aantal echt cruciale matchen nog. Nee, elke match is cruciaal. Ik zou niet weten waarom alleen februari. Als we in februari alles winnen, verliezen de rest, gaan we af. Dus ik denk dat we in test laten zien hebben dat elke match er punten mogelijk zijn. Dus ik begrijp de vragen, Luc. Ik begrijp waar je naartoe wil. Maar ik heb verleden week Geel zien spelen in Boom. Nu, Boom mag een mindere dag gehad hebben, maar Geel heeft ook kwaliteiten. En onderschat dat niet. Daar zit ook, in elke ploeg zit vuur. Dit is geen reeks met 1 zwakke ploeg. We hebben jaren gehad dat er ploegen waren. Apatros, Primo, met alle respect voor die clubs. Asselt, die daar van onder wat bengelden. Maar hier is het een reeks waar iedereen kwaliteit heeft. En waar er fysisch heel veel kracht is. En heel veel talent. Je ziet hoe moeilijk het is voor profploegen om te winnen. Tegen vandaag zie ik Geel verliest 1-0. Zie ik hoe moeilijk het is dus om er tegen te winnen. Dus ja, ik denk dat het voor ons cruciaal is. Elke match waar 3 punten te winnen zijn voor ons zeer belangrijk. Oké, dank u wel, Karel, voor deze reactie. Zijn er nog vragen aan een van beide trainers? Geen vragen, dan sluit ik de persconferentie hier af. Goedenavond allemaal.